en u bent weer terug bij de AVRO. Dames en heren, nogmaals van harte welkom. Dit jaar werd de acteur Kees Brussen door de lezers van AVRO-Bode Televizier onderscheiden met de Gouden Televisiering 1982. Uit het grote aantal stemmen dat werd uitgebracht op de serie Mensen zoals jij en ik bleek de bewondering voor de prestaties van het productieteam, met als representanten de hoofdrolspeler Kees Brussen en de regisseur Rob Herset. Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam de uitreiking van deze felbegeerde televisering plaats. Wil Simon en cameraman Mike de Blok waren erbij. U zult hebben gemerkt, dames en heren, dat wij zeer sumier vanmiddag in dit Okura-hotel met reclameborden en andere sponsoractiviteiten zijn omgesprongen. Dat hebben we gedaan ter wille van CRM, meneer Engelt. CRM, contra reclameministerie. Want daar troont de minister, van wie men zegt, ik heb dat laatst gehoord, van wie men zegt, ik zeg niet dat ik het zeg, dat hij ze op een rijtje wil houden, maar wel met enige borden voor zijn kop loopt. Ik distancieer me. Zo begon afgelopen vrijdag de feestelijke uitreiking van de televisiering. Met een spits welkomstwoord door Karel Prior en muziek van het orkest Max Wojcicki Junior. In de overvolle zaal zoals gewoonlijk weer veel bekende gezichten. Autoriteiten, artiesten, omroepmedewerkers en bestuurders en lezers van het blad AVRO-Bode Televizier die deelnamen aan de verkiezing voor de televisiering. Ook aanwezig was Herbert Reinecker, de auteur van de serie Mensen zoals jij en ik, die oorspronkelijk door hem voor de Duitse televisie werd geschreven. Ihre größte Bekanntheit hier in Holland, Herr Reinecker, hatten Sie als Autor von Derek und der Kommissar. Beide Krimis, die Reihe Leute wie du und ich, hat doch eine ganz andere Atmosphäre. Was hat Ihnen veranlasst, das zu schreiben? Veranlasst hat mich dazu eigentlich der Chef der Unterhaltungsabteilung im zweiten deutschen Fernsehen, dem es eingefallen ist, dass Programm ein bisschen aufzulockern mit kürzeren Sachen und seine Meinung war, dass das Positive im Fernsehen unterbesetzt ist und dass er meinte, man sollte doch etwas mal in dieser Hinsicht machen. Er ist zu mir gekommen, ich weiß eigentlich gar nicht warum, denn dafür, für das Positive war ja gar nicht prädestiniert, nachdem ich nur mit Kriminalfällen zu tun hatte, aber für mich hat, wie sich jetzt in den Jahren herausgestellt hat, war das eine wirkliche und echte Alternative, geradezu eine Erlösung vom Einerlei des schrecklichen Kriminalstücks. Ich hatte nur mit Morden zu tun und plötzlich durfte ich mich darauf besinnen, dass ja auch das Positive in der Welt durchaus vorhanden ist und der Erfolg, der Beifall, der uns nachher zuteil wurde, beweist eigentlich ganz deutlich, dass ein echtes Bedürfnis danach gestanden hat, die Welt auch in etwas anderen Farben zu sehen, als nur in den düsteren des Kriminalfilms oder auch der Nachrichten der Tagesschau. Ook dit jaar weer werd de ring ontworpen en verveiligd door edelsmid Anneke Schat. Welke symboliek brengt deze speciaal voor Kees Brussen gemaakte ring tot uitdrukking? Kees Brussen heeft ontzettend veel personen die hij uitbeeldt en daar heb ik een sluisfunctie in de ring gegeven, een waterbeweging, zodat hij dus iedere keer als hij naar de ring kijkt kan denken aan al die mensen die hij heeft gemaakt en mensen zoals jij en ik. Beste moeder, nobele aanwezigen, het is voor mij een uitzonderlijk groot plezier om jou deze ring te mogen overhandigen, want ik geef hem jou, maar hij blijft in de familie. En altijd wanneer ik jou nu in het vervolg een hand zal geven, en dat doe ik naar de Franse gewoonte veel te veel, dan zal ik steeds handtastelijk en aan de lijve voelen wat er vandaag gebeurd is. Broer Jan probeerde zijn geboeid toeluisterende gehoorde van te overtuigen dat alle Franse typetjes die in Jans tv-verslagen vanuit Frankrijk voorkomen, in werkelijkheid door broer Kees worden gespeeld. In Parijs. Nu liep ik een tijdje geleden in Montmartre, waar ik woon, in een stille straat. En toen kwam er een keurige, wat oudere, lichtelijk showvol geklede heer naar me toe. En die zei heel beleefd tegen me,
Neemt u me niet kwalijk dat ik u lastig val, maar mag ik u misschien iets vragen? Toen zei hij, kent u nu misschien in deze wijk een klein, maar uitermate gezellig restaurant waar je voor uiterlijk 50 francs goed kunt eten? Maar het moet gezellig zijn en goed zijn en het mag niet meer kosten dan 50 francs, want ik ben vandaag jarig en het wordt dus mijn verjaarsmaaltijd. Ik zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Je loopt hier de Rue Muller uit en dan kom je bij een klein pleintje. En dat pleintje, daar staan bomen en onder die bomen, daar staan tafeltjes en stoeltjes. En daar kun je voor 50 francs heel gezellig en heel goed eten. Hij bedankte me en hij liep weg. En toen hij 20 meter verder weg was, toen sloeg hij zich met de hand op het voorhoofd als iemand die iets vergeten was. Hij kwam weer terug en zei tegen me, en kent u nu misschien iemand die mij 50 francs wil geven om mijn verjaarsmaaltijd? Nou, dat vond ik een geweldig verhaal en ik heb hem dus die 50 francs gegeven. Toen liep hij 20 meter verder, stopte weer, trok zijn pruik af en wie stond daar? Mijn broer Kees. Die had het nieuw gezorgd. Goed, broeder, dan ga ik jullie... Dus namens al deze mensen die op jou gestemd hebben, maar ook namens al de broers. Hè? En dat zijn er een heleboel, zoals je weet. Mark in Parijs, Peter in Londen. Dan kom jij, dan kom ik. Dan komt Ietse die hier zit. Mijn broer Henk die in Canada woont. Namens ons allen wilde ik je ten eerste hartelijk feliciteren. Hè? En ik wilde jou dat dan... Ja, wat doe ik je er in zo'n geval mee? Links. Doe maar om. Doe om deze, ja. Hij is zwaar. En dat is een van de belangrijkste dingen van zo'n ring. En hij is ook zeer zwaar en hij past. Ik beloof dat de eerste, de beste keer dat ik iemand zou moeten spelen die sprakeloos van woorden is, uit dankbaarheid, uit ontroering, ik nu vandaag weet hoe ik hem zou moeten spelen. Ik ben natuurlijk verschrikkelijk trots op deze ring en ik zou eigenlijk willen vragen of meneer Reineke die in de zaal is en alle collega's die aan deze serie hebben meegemaakt en waarvan de meesten in de zaal zijn, zo lief willen zijn om even op te staan, zodat wij allen even samen kunnen danken voor datgene wat we eigenlijk met elkaar bereikt hebben. Willen jullie dat doen? Kees, ook mijn geluk wensen met je onderscheiding. Want je hebt in de 46 jaar dat je nu alweer acteur bent. 46? 46 jaar. 40. Volgens mij ben je op je 11e begonnen. En... Oh ja, de film Marijntje Gijzen. Ja. 46 jaar dus, zoals ik zei. Dan heb je toneel, cabaret, radio, film. Film zelfs televisie. Film zelfs als acteur en als filmmaker, als regisseur gedaan. Wat vind je nou het leukste om te doen? Nou, ik vind het leuk om te spelen. Dat komt omdat ik niks anders kan. Ik heb van alles, zou best wat anders willen zijn, maar ik kan niks anders. Ik vind het fijn om te spelen. Het positieve aan film en televisie vind ik dat we bezig zijn om onze Nederlandse dingen terug te krijgen. He, om ons Nederlandse, met Nederlandse acteurs gezamenlijk dingen te proberen in film en televisie. Nou, maak je niet uit wat je doet? Televisie en film gaat mijn voorkeur wel wat naar uit, hoewel ik er ook wel eens over denk om weer eens een direct contact met het publiek te hebben. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Ja. Nou heb je in 1974 gezegd van televisie, het is eigenlijk, excuseer Le Beau, een oude hoerenmedium. Het kletsen dat eerst voor de radio werd gedaan, gebeurt nu voor de televisie. Toen was je niet zo gecharmeerd voor het medium, begrijp ik. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar als jij het zegt, zal het zeker waar zijn. Staat televisie. Oh, dan is het daar, alles wat daarin staat is waar. Ja. Nou, ik denk dat dat komt wel omdat toen in die tijd, kijk, toen ik begon met de televisie, toen hadden we iedere donderdagavond een dramatische avond, een toneelavond. Dat is langzamerhand weggeëpt, dat werd overgenomen door quizzen, door show, actualiteiten, programma's die ik erg goed vind, vooral die van jullie. Maar mijn vak was zoek. En ik denk dat er een zekere ergernis uitgesproken heeft, dat ik denk die mensen staan alsmaar te praten. Maar waar zijn wij acteurs nou? Waar is ons dramatisch kunnen op die televisie? Vooral omdat ik
daar door zo verschrikkelijk veel mensen over aangesproken werd. Die zeiden, waarom, doe nou eens wat, we willen dat zien. Die buitenlandse series zijn mooi, maar onze eigen... Dat doe je dus nu? Dat doe ik nu, dat vind ik fijn. De feestelijke huldiging van Kees Brusse gaat inmiddels onverminderd voort. Een van zijn vele oude vrienden, Simon Carmichelt, heeft zeer lovende woorden voor zijn acteerprestaties. In een serie voortreffelijk geschreven televisieuitzendingen heb je een hele stoet zeer uiteenlopende mensen neergezet en waargemaakt met uiterst subtiele middelen. En het publiek, dat grote raadsel, gaf je er spontaan de hoogste onderscheiding voor. Dat was bovendien een antwoord op de vraag die Kurt Tucholsky eens in een versje stelde. O hoogvereertes publicum, zaakmaal, bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen tagen alle ondernemer sagen? Dat antwoord luidt dus sinds vanmiddag, nein. Een uiterst doeltreffende soberheid is karakteristiek voor de speelstijl van Kees Brusse. Aan het toneel bestaat deze uitdrukking. Prachtig en hij doet het met niks. Wat Kees betreft, prachtig ja, maar ogenschijnlijk met niks zou juister zijn. In Deutschland ist diese Reihe gespielt worden von Harald Junke. Bei uns war der Hauptrollspieler Kees Brusse. Ich werde Ihnen nicht fragen, wer es am besten gemacht hat, aber wie hat Ihnen die holländische Fassung gefallen? Zunächst mal viel, viel ruhiger. Wie in Deutschland, wir haben eine Stundensendung gefüllt mit 4 Geschichten. Hier hat man bloß 3 genommen. Ich dachte, dann wird das nicht langweilig. Aber nein, eine ganz andere Ruhe stellte sich ein, eine intensivere Liebe zum Detail, zum Menschlichen. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, in Holland müssen die Leute harmonischer sein oder ruhiger sein oder weniger hektisch, um es so auszudrücken. Die rust die de serie ademt is in belangrijke mate te danken aan regisseur Rob Herzet en aan hoofdrolspeler Kees Brusse. Het lijkt vaak of hij zijn rol niet uiterst gedegen voorbereidt, maar eerder ter plaatse improviseert. Combinatie van factoren, mij interesseert. De tekst moet ik gewoon dom leren. Ieder weekend ben ik klaar. We maken ieder week een stuk. Dan ben ik het weekend vrij. Dan moet ik leren. Ik heb een bandje in mijn auto waar de tekst op staat. Dat zit de hele dag te leren. Ik denk niet zozeer over die tekst, want het is gewoon dom stamp, het kan niet anders. Maar ik denk over de inhoud van de scène. En dan komt er iets bij van intuïtie, iets wat ik niet kan voorbereiden. Dat is namelijk de omstandigheden. Om je voorbeeld te geven. Ik kan wel over een postbode denken, maar als ik 's morgens maandagmorgen aan dat stuk begin om 7 uur... en ik sta tussen echte postbodes die echt staan te stempelen, dan moet ik mij aanpassen. Dan moet ik zijn zoals die mensen zijn, want anders gelooft niemand mij. Ja. Dus er komt een stuk improvisatie, intuïtie bij. Opnieuw bewonderende woorden van Simon Carmichelt. Nu een citaat van Bert Haanstra. Voor dat zichtbaar maken van gevoelens heeft hij zo'n uitgebreid arsenaal van meest kleine gebaren, uitdrukkingen en trekjes voorhanden dat hij daarmee het karakter van vrijwel iedere denkbare rol die hij spelen moet, grote herkenbaarheid kan geven. Beste Kees, het publiek heeft alle figuren in jouw televisiereeks merkbaar herkend. Doe wat ik je smeken mag op die manier nog vele jaren schijnbaar weinig. Dan doe je dankzij je formidabel talent onnoemelijk veel. Ik
ik vind het fijn. Kijkers kunnen zo een herhaling zien van de eerste drie afleveringen van mensen als jij en ik. Ja. Kun je nog even in het kort neerzetten wat die verhalen behelzen? Het gekke is altijd, als het klaar is, dan ben ik het ook vergeten. Dat is maar gelukkig stel je voor dat ik alle stukken die ik gespeeld had in mijn hoofd had wil. Nou, ik weet er nog wel iets van. De eerste speelt in een casino. De tweede is iets met een trouwerij, met een trouwgetuige. Die de boel dacht ik, maar dat ga ik niet allemaal vertellen. En de derde is ook heel goed. Ja, ik weet het niet. Ze moeten maar kijken. En ik hoop dat ze ervan genieten. En dat ik vind het fijn. En mocht u meegedaan hebben om mij te kiezen. Hij is mooi. En ik ben er trots op. En wel bedankt.